dat de jeugdige Dejan Kamsi de eer heeft om de bal aan het rollen te brengen. Dat doet hij ook. En daar gaan we dan, dames en heren, Suriname Major League voetbal. Door het midden. Kamsi verkeek zich, maar de bal gaat door. Voor de pot gebracht. Een kans. Nogmaals. Naast het doel. Uit het niets. Deira. Hekbert, mooie actie daar. Omspeelt heel mooi. Dat was even een snelle combinatie. De tweede kans overigens voor Dimitri Apai. Signaal gegeven. Wie gaat trappen? Amoveri. Keihard getrapt. Maar over het doel. Komt aan bij Kamsi. Mooie hakbal. Voorgetrokken door. Kort. Gestopt door doelman Compagnie. Initieel dachten ze dat Rellum de bal voor de pot zou leggen. Maar het werd uiteindelijk een strak schot. Die staat ready. Brengt hem voor de pot. In het gebied gebleven. Van de doellijn gehaald. Gestopt door doelman Compagnie. Hekbert. Vindt Ediwa. Een misser daar in de verdediging. Apai. Naast het doel geplaatst. Dat was wel een misser in de verdediging daar van Erwin Tjunaloy. Hekbert. Oeh. Ver. Ver. Tackle van Deira, maar ver. Blijft in balbezit. Ver. In handen van doelman Dap. Hekbert, overname. Nu bij Kamsi. 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 Geblokt daar op het laatste moment. Hier zien we dan de bankspelers nog. Flink geduelleerd. Twee pittige jongens. En daar hebben we het dan, dames en heren. Het fluitsignaal. De rust. Twee in deze partij. Inter Mungutapu versus Transvaal. Ze zijn gestart. We zien dat Yannick Pika erin zou komen voor Inter Mungutapu. Snelle vlugerspeler. Verwerkt door Deira. Lange bal op Kamsi. Kamsi, Kamsi, goal! Goal! Het zit erin. Heel kalm. 1 minuut 59. Voor de pot. Goal! Goal! En eindelijk is het Dimitri Apai gelukt om vanavond te scoren. Het leek een heel onschuldige bal. En de bijdrage. We zien even hier dat de mannen gaan vragen aan de grensrechter als het een buitenspelbal moet zijn of niet. Onopgemerkt gebleven. Dat is de overtreding van Joel Baia. Die krijgt de gele kaart toegewezen door arbiter Pinas. We zien dat arbiter Pinas iemand van de technische staf of een van de reservespelers een gele kaart heeft toegekend. Molle. Die loopt Molle. Onspeeld boy. Uiteindelijk wordt het een overtreding tegen Molle gefloten. Ingooi
Transi. Apai. Hegbert wordt geraakt. Gele kaart. Rood. Tweede gele kaart voor Joel Baia. Heeft wel een ferme trap. Even kijken wat hij gaat opteren te doen. Getrapt. Gestopt door doelman Compagnie. Ging wel de hoek in. En Toy, overname. Die omschakeling snel. Apai. Op Toy, hakballetje. Toy. En een misser voor het doel. Dimitri Apai en Lalani Toy. Hakballetje verlengd. Voor de pot gebracht. En ja. Eduard voor de pot gebracht. Laatste moment verwerkt door doelman Dab. Maar er werd gefloten voor een overtreding. 2-0 tot nog toe in het voordeel van Transi. Gaan ze er 3 van maken? Grendel, Grendel, een lopbal. Doelpunt! Goal! Dat is een heel mooie bal. Goed gezien. Goed gezien. Intelligent. Dat is een intelligente bal. Hier de herhaling. Hij loopt, ziet dat doelman Compagnie te ver uit het doel is en loopt hem. Want we zitten al op 7 minuten. Ja, en daar hebben we het dan.